Maandag gebeurde er nog een ongeluk. Op de kruising van de Vondelstraat en de Ventweg Graafseweg is er al een langere tijd een gevaarlijke verkeerssituatie. De werkgroep Toermarkt Plantsoen wil deze situatie nu veranderen. Ja, we staan hier bij het Toermarktgebouw op de plek waar de campusbaan, het fietspad en de weg onder de Graafseweg doorgaat. En wat hier heel gevaarlijk is, is dat sinds een paar jaar de uitmonding van de Ventweg van de Graafseweg hier zo dicht bij de Graafseweg onderdoor uitkomt. Dat je hier niet ziet als je de weg op rijdt wat er aankomt. Dus je rijdt hier eigenlijk blind de weg op, waardoor er af en toe bijna aanrijdingen en gisteren helaas zelfs een echte aanrijding plaatsvond. Ja. We zouden heel graag willen dat de weg gewoon weer wordt aangelegd zoals die altijd heeft gelopen hier. Hij is alleen maar tijdelijk verlegd voor het voetbalveld. Nu het voetbalveld weg is, willen we graag dat die wordt teruggelegd op de logische plek, meer die kant op. Zodat je gewoon goed zicht hebt als je de weg op rijdt naar twee kanten. Het is niet normaal op een drukpunt in de stad dat je aan één kant niet ziet wat er aankomt. En daardoor eigenlijk aan één kant blind naar links door de weg op moet rijden.